Wat ik hier laat zien is het aantal gebruikers dat verantwoordelijk is voor de grootste elektra-energieverbruik, waar ik best wel verbaasd over was. Ik heb dat gemeten met zo'n stekker van de Lidl. Die doe je in het stopcontact en daar doe je het apparaat in wat je wilt meten. Of die nu absoluut goed is, dat is verder niet zo relevant. Het gaat erom om te kijken wat de grote gebruikers zijn en wat de kleine verbruikers zijn. Kijken we naar de boilers, heb ik dat dus deze tijd gemeten, 40 uur en 55 uur. Hoeveel heeft hij dan verbruikt? Hoeveel is dat dan per uur? Nou, hoeveel kilowatt is dat dan per dag? Of per keer bij sommige handelingen? En dan, dit is het kilowatt per jaar. En dan kom ik bij een, wat we nu het plafond hebben dit jaar, van 40 cent. Kom ik op dit bedrag uit. Dus de boiler in de kelder, zo'n close-in boiler is dat, die kost dus €103,82 per jaar. Terwijl we amper warm water gebruiken in de keuken. Maar ja, dat staat wel kelder, maar dat levert natuurlijk het water aan de keuken. Dan is er nog een boilertje. En die levert dan €82 verbruik. Dus dat is bij elkaar al een flink hoeveelheid van het totale bedrag. Kijk, alles wat hier staat, dat kan je eigenlijk wel vergeten. Daar is geen eer op te behalen. Maar op die boilers is duidelijk wel wat te behalen. Vervolgens heb ik dus een heleboel dingen gemeten en kom ik hier op een gegeven moment op een koelkast in de keuken waar ik lastig bij kan met die plint en zo. Dus ik heb eigenlijk gekeken van als ik er niet ben en ik trek er een hoeveelheid verbruikers af die aanstaan, dan blijft dat over. Dus een koelkast in de keuken doet dat dus ook wel nog een behoorlijke schep bij op. Een waterkoker, dat lijkt op zich niet zoveel. En, maar heb je toch regelmatig aan, zit je toch aan €50 als jaarbedrag. De cv-pomp, kan je natuurlijk weinig aan doen. Dan hebben we nog een koelkast-vries combinatie in de kelder. Heb ik even gedaan bij 10 graden buiten, 265 dagen en 25 graden buiten, 100 dagen, om maar gewoon natte vingerwerk wat te doen. Dan moet je dus deze 101 en 115 bij elkaar optellen, zit je aan 216 kilowattuur, wat dus bijna hetzelfde is als de koelkast in de keuken. Ja, dat zijn toch wel de grote verbruikers eigenlijk. Oké, een tv, diverse lampen, nog een tv, een laptop. Je gaat ook kijken naar wat dingen die dus, een ventilator. Kijk, die verbruiken op zich niet zoveel en die staan ook niet zoveel aan. Wat bijvoorbeeld een stofzuiger, stofzuiger beneden per keer, heb ik dus gewoon gekeken wat kost dat per keer. En als je dan iedere week stofzuigt, dan kom je aan dit bedrag. Dus er was destijds zo'n ophef over een enorme hoeveelheid energie die stofzuigers verbruikten. En het moest in Europees verband naar beneden. Nou ja, het verbruikt misschien wel veel, maar niet zo lang. Dus ja, waar heb je het over? Hè? Ten opzichte van koelkasten en dat soort dingen. Ook gekeken naar bijvoorbeeld wasmachineprogramma's. Ene is wat gunstiger dan de ander. Dus dat kan je dan het gunstige hierin opnemen en voortaan dat gunstige programma doen. Ja, wat ook veel verbruikt, dat is bijvoorbeeld een strijkbout. Die doet dik 1000 watt. Maar ja, een half uur per week of zo, dan zit je natuurlijk niet aan een enorm bedrag en een enorm verbruik. De vaatwasser, als die uitstaat, dat die dan dus ook energie verbruikt. En wel €12 per jaar, terwijl die gewoon helemaal uitstaat. Dus dat is ook nog wel even een aandachtspunt. Dus goed opletten wat de verbruikers zijn terwijl het apparaat uitstaat. Staat, je kan helemaal geen kwaad. Ga je een nieuw apparaat kopen, is niet alleen het opgenomen vermogen per jaar interessant, maar ook het maximale piekvermogen wat er op dat moment trekt. Met name wanneer je zelf energie gaat opwekken, of al opwekt en de salderingsregeling gaat teruglopen, is met dat piekvermogen best wel interessant om eens naar te kijken. Tot de volgende keer!